Een jaar geleden stond ik hier ook bij deze box. En toen vertelde ik dat ik mee ging doen aan mijn eerste wedstrijd. En toen ben ik tussen de hindernissen gevallen en wel de oxer. Dus ik zal die video even linken en dan kan je even kijken. Vandaag gaan we het weer proberen. Ik heb dus een jaar geen wedstrijd gereden, tenminste geen springwedstrijd. En nu dus voor het eerst weer wel. Zij gaat op heen, ja. Voor het eerst, niet voor het eerst, is 80 centimeter, 70-80. Even de rest, dus dat is op zich prima. Ik hoop dat ik het beter doe dan vorig jaar. En ja, dat snap ik. En we gaan het zien. Ik ga zo parcours lopen en dan heb ik heel veel tijd. Want ik hoef pas ergens aan het eind en er zijn heel veel deelnemers. Dus zometeen eerst parcours lopen. Als je parcours gaat lopen, dan moet je altijd je nette laars aan en dus je rijbroek. Moet wel mijn rijbroek nog eronder vandaan halen. En je hoort je... Ben ik weer in beeld? Ja. En je hoort je cap op te doen. Dus ik ga braaf zijn en je jasje aan, ook vast nog. Dus ik ga braaf zijn en dat ga ik nu doen. Dus dat. Oké, de dames gaan parcours lopen. En ik moet meelopen. Waarom? Ik heb geen idee. Oké. Volgens mij gaan we lopen naar 1. Ik moet even doorlopen. Wacht! 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 Joehoe! Ik kan jullie niet bijhouden zo. Weet je wat? Ik heb een beter idee. Zo. Hij ziet anders. Oké, we beginnen met 1. En nou eroverheen! Woep woep! Kom, ga maar overheen. Ja, goed zo. Zo, ze gaan inrijden. Daar. Steve die helpt ook mee. En je hoort ook dat er ongeroepen wordt. Ze gaat eroverheen. Hoppa. Eén keer fout gereden. Maar ja, dan lost het vanzelf alweer op. Oké, ze mag nog een keer. En hopelijk goed ze nu wel. Eerst. Ja, dan ben ik een blok zelf. Goed. Ga eens goed. 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 Oh, zo goed alweer niet. Natuurlijk, hè. Waarom zou je ook... Erg leuk, wel heel spannend. De eerste parcours was ik natuurlijk toch weer de weg kwijt. Dus toen was ik hindernis 7 vergeten. Dus ik had wel een strafpunt omdat ik een volte gereden had. En het andere parcours was foutloos. Dus, en op tijd allemaal. Dus het ging eigenlijk heel erg goed. En ik heb het overleefd. En eigenlijk heb ik wel zin in een volgend parcours. Vandaag spelen we stalruitertje. Dus dan doet ze gewoon 2 ponies. Eigenlijk was het idee dat ze achteraf even met Bel een rondje ging springen. Maar dat is niet helemaal zo gegaan. Dus nu zit ze er gewoon tussen. Superleuk. Maar betekent wel dat er eventjes... dankjewel. Je moet ze wel bij die om. Maar niet bij Henja? Ja, daar wou ze niet. Oh, oké. Okay. Sure, Piet. Kom maar hier even. En dus nu even Bel losrijden. En dan gaat ze zo weer op Henja.
En weer bel. Zo ja, hoppa. En dan even bel weer losspringen. Die is wel een soort al warm en heeft onder de rek op tekst gestaan, dus dat is prima. En zo meteen nog barrage met Henja. Stil zitten. Nou, spannend. We gaan even mijn bel springen. Je verwacht er eerlijk gezegd niet heel veel van, maar het is gewoon even om bel aan een parcours te laten wennen. Dus gewoon even voor het proberen. De rest niks. Dat is al verwacht, geeft niks. Probeer het nog een keer. Door, ja. Helaas. Ja, jammer, helaas. Maakt niet uit. Morgen van de jury en van middel of even een andere hindernis. En opa. En dat is het voordeel. Waar altijd even meegedacht wordt. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Nou, komt 6. Kijk of ze die springt. Ik ga opeens hoger. Tess wil, ja, goed zo Tess. 7. Goed zo meisje. Oeh, jammer. Is dit de derde wijziging? Was dit de derde wijziging? Ja. Netjes. Daar is het. Vergeet er een, shit. Goed zo. Hoppa.
Klopt dus. En het is ook weer wel. Hup, benen erin. Kom. Ja. Goed zo, meisje. Perfect, hè. Is goed gedaan. Mijn bel ben ik 2 keer uitgebeld, maar toch 2 keer heel het parcours. En met Henja en Bel denk ik ook, ben ik met mijn team ben ik eerste geworden. Het was alleen... Bel was individueel. Oh, dus ik ben met Henja ben ik eerste geworden met mijn team. En ik zat met hele lieve mensen in mijn team. Er waren er 4, eentje was weg. En toen waren we met z'n 3 over. Eentje van de 3 die was 3de geworden. Eentje van de 3 die was 7de geworden. Nou ja, maakt niet uit. En de ander die had een klein foutje. Maar ja, dat maakt niet uit. En ik vond het heel leuk vandaag. Ik heb er ook veel van geleerd. Van Mabel ben ik toch door gaan zetten. En uiteindelijk is het toch goed gekomen. Daar was ik echt heel blij mee. En uiteindelijk sprong ze ook over die Oxer. Dat was een 8. En die was heel hoog. Eerst was het een 9 en dan was het een 1. En dan was het een ja. Ze waren echt heel blij mee.